En hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe episode van LetsMod. Het is vandaag episode 10, als ik me niet vergis. En met episode 10 ga ik iets doen wat eigenlijk ik heel veel eerder had kunnen doen. Het is een stuk makkelijker dan tile entities. En ik denk dat het best wel veel gerequest is inmiddels, voor mij al een stuk of 16 keer. En ik heb expres laten wachten, want dit is iets wat, ja, enigszins had kunnen wachten. Maar ik ga er nu niet meer onderuit draaien. Wat ik vandaag ga doen zijn comments. En wat comments zijn, ja, iedereen kent het. Als jij in een server zit en je doet /help, dan zie je alle comments die je mag doen. En zo kun je eigenlijk doorgaan met hoe alles werkt. Nou, wat wij willen gaan doen is allereerst dus ook de events gaan gebruiken. Net als hier zo event handler staat, met post init en server dingen, initialization en pre-initialization, heb je ook een event... Een event handler heb je altijd nodig, niet vergeten, anders doet hij het niet. Public void server load. Je hebt ook een event wanneer de server wordt opgestart. Dus wanneer jij een singleplayer joint of een server start, dit event wordt dan getriggerd. Dit is dan force mod loader. En dus even kijken of ik control spatie mag doen. Ja. Server starting event. Dus niet started, maar starting event. Klein verschil, groot resultaat. Event. Zo. En wat we hiermee met het event kunnen doen. Nou, event. Oké. We kunnen er nou een aantal dingen mee doen. Een van deze dingen die er is een register server event. Comment. Wow. Dit event. Comment. En voor mij is dat de main reason waarom dit event er is. Maar hey. Wat je dus hiermee kan doen is met dit event kunnen we een comment registreren. Nou, zoals je misschien zag. Ik klik het net weg hier. iComment hebben we hier nodig. Een comment handler heet het ook wel. Oftewel een class die uitlegt wat onze comment moet doen. Nou, ik maak hier eerst eventjes een nieuwe package voor, want dat vind ik persoonlijk mooier. Command. Oh, niet met een slash. Zo. En hierin gooien we al onze comments. Dus ik doe nu, even kijken, /makertim. Vind ik wel leuk. Makertim. En omdat het al in comment zit, ga ik hem niet anders noemen. Oké, ik ga hem wel anders noemen. Makertim comment. Dus comment Makertim. Zo. Pak tevens rechtermuisklik en dan refactor. Dan kun je heel simpel alles in jouw class. Zoals hier staat update references. Dan update je alles wat dus deze naam heeft. En die update je dan naar een andere plek. En voor mij is ook nog dat je forces preview. Je kan ook met preview iets doen, maar... Dikke poepoe. Dus comment Makertim. En zoals ik al zei, we moeten iComment hebben. Nou, iComment is een standaard comment. Voor mij is het een interface zelfs. Zullen we hem even opzoeken? iComment. Het is een interface. En wat het zegt is eigenlijk de comment name, de usage, de comment aliases. Oftewel, kun je /mkt doen in plaats van alleen Makertim. Dat is in deze lijst. Wat moet er gedaan worden als hij wordt uitgevoerd? Kan de user hem wel uitvoeren? Als je tab doet, wat krijg je dan? En de user is username index. Dat is... Even kijken. Blablabla. Ik heb geen idee wat dit precies is. We komen er vanzelf achter. Is username... Oh, wacht. Dit is als je... Als je tab index doet. Dus je doet /tab. Dat het, of het dan een username moet laten zien. Denk ik. Dacht ik. Heb ik gedenkt. We gaan er gewoon vanzelf achter komen. Dus wat we doen is implement, want het is een interface, en dan iCommand. Zo, iCommand. En dan moeten we importeren. En dan zegt hij help, ik mis dingen. Als je er overheen gaat, zie je dus dat rode lijntje. En dan zegt hij help, ik mis dingen. En dan zegt hij add implemented methods, oftewel voeg er shit in toe. There we go. Ik ga ze één voor één doorlopen. Compare to. Waarom is dit eigenlijk een compare to? Oh, comparable, wauw. Oké. Compare to is... ja. Of hij eerder of later in de lijst moet doen, denk ik. Ik return voor nu nog steeds 0 hoor, maar command... Voor mij als je je comments gaat sorteren, dat de compare to nodig is. Niet sure though. Eens even kijken. Wat er in de tutorial staat. Ja, gewoon return to. Gewoon object O, oké. Object 1 gedaan. Get comment name. Comment name, daar zet je 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 comment in. Dus het klinkt een beetje suf, maar de naam van je comment. Oh, ik schaal even. Je comment, naam, dus hier in dit geval maker Tim. Dus als je slash maker Tim doet, dan komt hij door mij heen. Dat is het eigenlijk wel. Get comment usage. Oftewel de sender. Wat gebeurt er als onze comment wordt uitgevoerd? Nou, we kunnen sender doen. En dan kijken we send. Add chat message. En dan kun je er een chat naartoe sturen. Even kijken. Er zijn niet heel veel dingetjes, maar. Get entity world. Dan krijg je de wereld van de sender. Het zijn een beetje basic dingen. Dus ja. Voor nu. Public string get comment use. Oh, wacht. Comment usage, sorry. Oeps. Comment usage. Dus dan ga je kijken van hoe werkt dit nou. Nou, in dit geval. Voor mij hoef je alleen maar te zeggen maker Tim. En dan broadcast. Ik maak een comment nu dat dus de hele iedereen in de server laat dit bericht zien. Beetje useless, want gewoon met normaal typen werkt dat ook. Maar hey, zoals maker Tim dat doet dat. Voor de sake of fun. Get comment aliases. Ik denk dat het. Er is niet heel veel. Misschien. Zullen we een alias toevoegen? Nee. Ik denk dat we gewoon nieuw list doen. En moet je list... Oh. Even kijken. Array list. Zo. Array list. En die moet je importeren van java.util. Zo. Process comment. Kijk, dit is het comment wanneer die wordt uitgevoerd. En dan is de comment sender is dus de sender. En de string array is de arguments. Voor de mensen die met bucket hebben gespeeld. Het is eigenlijk gewoon exact hetzelfde. Alleen ja, sender is iets minder precies. Zoals we dat misschien kennen. Wat we doen is sender dat get. Oh, get entity world dat. Eens kijken, kunnen we hier iets vinden van alle entities? Krijgen we hier ergens een get player list vandaan ofzo? Misschien kunnen we iets anders doen, whatever. Even kijken. Load identity, silent, training, blok. Eens even kijken of we iets kunnen zien hoor. Get seed. Zullen we dat nou doen? Fuck it. Sender dat get entire dat get seed. Dus sender punt add chat message. Even kijken. Send chat to player. Voor mij is die mooier. Even kijken. Even tijdelijk deze parkeren. Sender punt niet add send, maar send. Nee. Ze hebben het veranderd. Goddammit. De wiki is outdated. Voor mij kunnen we dit gewoon zo doen. Niet. Eens even kijken. Nieuw iChat component. Change to iChat. Oké, ik heb verkeerd getypt. De init, bla 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 bla. Waarschijnlijk kun je gewoon hierin typen dan. Niet? Hoe werkt dit? Bla 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 bla, ik send interable, whatever. Get chat, append text. Given the dingetje. Dit is een interface, dus. Cannot in the type is iChat component. Cannot in the. Why you no work? Blibli. Vroeger was het makkelijker. Kon je gewoon zeggen send a chat. Even kijken. Oké, Derpy Me. Er is een klein. De iChat component is zeg maar de standaard wat wordt gebruikt. Je moet chat component text hebben. Chat component text is een class dat een tekst stuurt. Dat was moeilijk. Tekst stuurt naar de player. Wat wij eigenlijk willen doen. Dus eigenlijk een stuurbaar dingetje doet. Dus wat we hier doen is de sheet. Hoppakee. Even zonder punt komma. En get sheet dat toestring. Oh nee, dit bestaat niet. C#, sorry. Zo, we maken er wel een string van. World sheet, dubbele punt spatie. En dan krijg je de sheet, whatever. Dus slash maker Tim. Spatie 23, whatever. Dus we gaan eventjes checken of iemand wel slash maker Tim 23 gebruikt. En niet alleen slash maker Tim. Dus als de arguments, args, dat length, is gelijk aan 0. Stuur de player dan een message met wrong comment usage. En eigenlijk wil ik dan chatcolor. Staat dat niet in? Niet? Ah. Oké, laat maar. Chatcolor bestaat niet in. Ik zit te veel met bucket te spelen de laatste tijd, dus vandaar. Dan spygod, maar is het allemaal één pot nat momenteel nog. If args.length is gelijk aan 1 en args 0, oftewel hoe programmeurs tellen is je hebt arguments en dan heb je dus het nulste, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, etc. object. Dus als er een lengte 1 is, dan wil je het nulste object. Dat is eigenlijk in mensentaal het eerste object, maar programmeurs beginnen met 0, want dat is efficiënter. Dat equals ignore case 23. Dus we zeggen, we willen graag dat die 23 is en niks anders. Ik ga het ietsjes omgooien. Zo. Ietsjes omgooien. Zo. Gewoon else. Dus, wat ik nu heb gedaan. Als de argument van argument... Dus als de lengte 1 is. En wat de persoon gebruikt heeft, is het getal 23. Mijn lievelingsgetallen zijn 2 en 3, dus vandaar 23. Hè? Zender dat send message, chat component, world seed en dan de world seed. En anders zegt hij wrong comment usage. Nou, dat is alles wat we in proces comment gaan gebruiken. Can comment sender use comment. Dus weer sender. Sender, dat... Kunnen we checken of hij OP is? Eens kijken. Ik denk namelijk dat we wel dat ergens kunnen halen. Even eens kijken. Kunnen we player omcasten naar... Niet IXPM. Player... Player MP. MP player. Player MP. Nee. Hoewel misschien dat hier wel de players in staan, maar... Waar staat player MP dan? Ctrl-Shift-T. Player. Voor mij zit dat met een sterretje ergens in. Audio play it, command, nog iets, fake play. Hier, entity player MP. Jee. Entity player. Wat is entity player? Oh, hier. Oh. Entity player.i command sender. Dus we kunnen er een entity player van maken. Kijk, daar hebben we wat aan. Want het gebruikt i command sender. Toch? Werkt dat zo om? Whatever. Laat mij nadenken. Dus. Entity type if sender instance of entity player. Overigens zijn dit weer dingen die maar één keer worden getriggerd. Hoewel nee, deze wordt getriggerd elke keer wanneer de server opnieuw opstart. Dus je kan semi-live coden. Dus zeg elke keer wanneer de server wordt geladen, wordt dit ding geregistreerd. Trouwens, nieuw comment maker Tim. Zo, there you go. En zo registreer je hem in die class. Dus elke keer wanneer de server opnieuw wordt gestart, kun je dus al deze waarden weer opnieuw aanpassen. Entity player PL is... Entity player casted sender. Yes. En dan player dat is OP. Is on team. Er zou vast wel ergens een property zijn of die OP is of has OP. Whatever. Komen er vanzelf uit. Ik ga er nu niet mee om. Ik zeg gewoon, mag je dit gebruiken? Ja. Fuck dat. Ik ga er niet moeilijk over doen. Iedereen mag de wereld ziet weten. Ik vind het überhaupt onzin dat het privé is. Dus sender en dan args. Het complete to. Het complete dingetje. Dus hier is weer hetzelfde verhaal. Grappig dat hij die standaard 0 registreert. Allereerst maken we een ArrayList aan. ArrayList. Lijst is nieuw. Oh, nieuw array. Bijna goed gespeld. ArrayList. There we go. En dan lijst. Oké, allereerst we controleren of args.length is gelijk aan 0. Oftewel, er zijn nog geen argumenten ingevoerd. Dan lijst.add23. En anders doen we er niks. Dus return lijst. Dat is alles wat je hoeft te doen. Want ja, het is een normale list. Wat we dus eigenlijk zeggen is, hey, als er nog geen argumenten zijn, voeg hem dan toe. Want we zijn lui. En is username index. Dus dat is grappig genoeg hetzelfde als args. En ik heb geen idee waar de if integer voor staat. Dus ik noem gewoon i. Dat ben ik. Eigenlijk is het hetzelfde. Is het checken of er een player in dit comment moet toegevoegd worden. Dus als de argumentlijst op bijvoorbeeld nummer 2 is, dat je dan een playernaam moet intypen. Dat je dan naar een ander kan sturen. Whatever. Verzin het maar en je kan het. Maar ik heb standaard op vals, want ik heb geen username nodig. Het is allemaal gigantisch experimenteel, dus ik ga kijken of dit allemaal klopt. En in de hoop dat ik geen errors krijg. Het is ook voor mij dat ik het eerst een comment toevoeg, dus ik nam aan van de wiki dat het klopte, maar hè, soms dingen updaten. Zo staat tablist er niet in. Dus ik start een singleplayer wereld op. Dat is hetzelfde als een serverplayer wereld opstarten. En als ik nu slash maker Tim doe. Hij zegt dat hij het niet wint. Ik vind nog wel een assenblok nog steeds. Eens even kijken. Waarom zou hij dat niet doen? Eens even kijken. Die volgens de wiki. Oh, ik vergeet iets. De getComment aliases moet je ook je eigen comment in toevoegen. Dus, ArrayList. Lijst is nieuw ArrayList. Lijst.add en dan jouw object. Dus in dit geval is mijn comment maker Tim. En dan return je de lijst. Oeps. Eens kijken of mijn theorie klopt er trouwens over server reloaden. Slash maker Tim. Nee. Misschien dat je de Minecraft toch opnieuw moet opstarten. Sommige dingen zijn live codebaar. Oh, ik had hem sowieso niet op debug staan. Dat had enigszins kunnen helpen. Je moet het altijd als je live wilt coden. Klik dan op het debug logootje. Dat is dat beestje. Als je hem op run doet, dan gaat live coding niet werken. Zo simpel is dat. Dan houdt hij hem niet bij voor je. Dus, zo. Slash maker Tim. Nee. Slash maker Tim. Yay! Oké, het is wel hoofdlettergevoelig. Oeps. Slash maker Tim, ja. En als ik nu tab doe, dan krijg ik niks. Waarom zou ik niks krijgen? Eens kijken of ik met slash maker Tim 23 de world sheet krijg ik dan wel. Dat is grappig. Want slash sheet werkt dan, ja. Dus ik krijg wel de goede sheet eruit. Dat is grappig. Alleen nog niet wat ik wil. Ach, dit is de basis van hoe dat werkt. Ik vraag me wel een beetje af hoe dan het tab complete werkt. Aangezien hij geen 23 zei. Eerst even kijken. Oh, er is nog eentje omhoog. 2. Ik heb geen idee. Ik ben ook maar een beetje aan het spelen. Maar dit is de basis van hoe je dus een comment toevoegt en een chat terugbrengt. Dus ik hoop dat jullie hier wat wijzer zijn van geworden en dat jullie er iets aan hebben. Als ik hier iets wat verder in moet gaan of beter dingen moet gaan uitleggen, zeg het me. Dan ga ik er iets meer onderzoek in doen. Voor nu vind ik dit wel prima zo. Ik bedoel, het werkt. Toch? En als jullie iets wat fanciers willen, dan moet je het zeggen. Dan leg ik het beter uit. Ik heb nu een beetje weinig tijd. Ik ben bezig met de 2000 sub special. Ik moet nog iets voor de Outlast fixen voor Jordi. Voor mensen die daar niet op de hoogte van waren. Bij deze, ik ben bezig met een Outlast minigame. MMO dingetje. Dus vandaar dat ik daar een beetje druk mee ben. Dus ik heb weinig tijd. Dus ik probeer nog steeds alles zo goed mogelijk op te lossen. Dus bij deze zeg ik bedankt voor het kijken naar deze episode. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!